De Wateringse Wielendag is voor jou zo'n beetje een vaste prik. Hoe is het om weer terug te zijn? Ja, wel weer echt leuk. Het is hier inderdaad elk jaar prijs voor mij. En het is ook echt een heel leuk criterium. Ik ben hier heel graag. Hoe is het om als renner dan zo populair te zijn? Wat je misschien in buitenlandse koersen, behalve de Tour, dan wat minder bent. Ja, dit is wel heel erg leuk. Andere jaren was dit voor mij inderdaad vlak na de Tour. Dit jaar helaas de Tour niet gereden. Maar dan is het vaak wel jezelf een beetje kunnen tonen aan het publiek. En nu is het eigenlijk voor mij des te mooier Tour niet gereden. Hè? En de mensen staan er toch nog en herkennen mij toch nog. Dus dat is wel heel mooi. Je zegt het al, geen Tour voor jou dit jaar. Heb jij zitten verbijten de afgelopen weken of viel het mee? In eerste instantie wel. Toen even op vakantie geweest dat ik de eerste paar dagen heb gemist. Expres eigenlijk. En daarna ging het eigenlijk wel weer. Heb ik het wel een beetje gevolgd. Ik heb ook nog wel de Ronde van Polen gereden. Dus ik heb niet heel veel van de Tour gezien. Maar ik heb het wel gewoon een beetje kunnen volgen. Ja, je moest natuurlijk een beetje in de gaten houden. Want Tom Dumoulin had de weken van zijn leven en een dramatisch einde. Hoe heb je dat beleefd? Ja, de valpartij die heb ik wel gemist, maar de twee etappes die hij heeft gewonnen heb ik wel gewoon eigenlijk helemaal live gezien. Dat is wel heel erg leuk en dat was wel mooi om te volgen. En, ja, heel jammer voor hem nu natuurlijk, zo'n valpartij, daar zit niemand, zijn hij zeker niet op te wachten zo vlak voor Rio. En ik hoop voor hem dat het nog goed komt. Ik sprak hem gisteren en volgens mij heeft hij er nog steeds wel goede hoop op. Hij is er niet vandaag, dat is jammer voor Wateringen, maar ik kan me voorstellen dat jij er alle begrip voor hebt. Ja, absoluut. Zoals ik al zei, gisteren reed ik in Kaam en daar was hij wel, maar daar ging het gewoon echt niet met hem. En is hij ongeveer halverwege de koers afgestapt. Dus ja, dat heeft denk ik heel erg weinig zin voor hem om dan hier weer hetzelfde te gaan doen. Dus in die zin is het jammer dat hij er niet is, maar hij moet daar echt even aan Rio denken, lijkt mij. En dat doet hij op die manier heel goed. Nog even terugkomen op de Tour. Er waren ook twee renners uit de regio die weliswaar niet bij jou in de ploeg zitten, maar die meededen. Dylan van Baarle en Sebastian Langeveld met wisselend succes. Hoe heb je naar hun gekeken, voor zover je dat gedaan hebt? Ja, ik heb het wel af en toe een beetje gevolgd. En het zijn gewoon twee hele goede renners die al heel veel bereikt hebben in hun carrière. De etappes die ik heb gezien waren over het algemeen toch wel de bergetappes. En dat niet direct het terrein van mij en ook niet van hen. Dus in die etappes heb ik ze niet zo vaak gezien. Die jongens, dat zijn gewoon zijn toprenners. En die gaan we zeker in de toekomst nog wel heel veel zien. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Geen Olympische Spelen, is dat nog vervelend? Of had je daar wel rekening mee gehouden? Nee, daar had ik al wel rekening mee gehouden. Ten eerste is het natuurlijk maar een hele kleine ploeg per land. Maar een paar renners. En daarnaast is het in Rio echt bergop. En dat is nou ook weer niet echt mijn voorkeur, mijn sterke punt. Dus wat dat betreft had ik er al zeker rekening mee gehouden dat ik daar niet zou staan. Dus wat gaat de toekomst dan voor jou wel brengen? Weet je bijvoorbeeld al of je bij je ploeg blijft na die teleurstelling van niet naar de Tour mogen? Ten eerste ga ik zeker naar Rio kijken. Dat lijkt me wel heel erg mooi. De toekomst. Ik rij als het goed is dit jaar de Ronde van Spanje nog. Daar ben ik nu echt in voorbereiding op. En volgend jaar ga ik naar een andere ploeg. En hopelijk kan ik binnenkort bekendmaken welke dat is. Nederlandse? Dat zal waarschijnlijk geen Nederlandse ploeg zijn. Veel plezier hier nog. Ja, dankjewel. Komt zeker goed.